Authenticiteit, uitstraling, karakter, charisma. Allemaal verschillende woorden die eigenlijk hetzelfde omschrijven. Het overtuigingsmiddel van ethos. De geloofwaardigheid van de spreker. Maar hoe kun je daar nou het beste aan werken? Ik wil in deze video twee manieren laten zien die je helpen om te werken aan je ethos. Wanneer we met een cursus beginnen over overtuigend spreken, dan vragen we aan onze cursisten vaak: wat maakt iemand nou een overtuigende spreker? En op veel van de lijstjes die dan op het flip-overboard verschijnen, komt het woord charisma voor. En het lijkt een heel erg ongrijpbaar verschijnsel, want wat maakt nou iemand een charismatisch spreker? Nou, gelukkig kunnen we het een beetje afpellen. En begint dat bijvoorbeeld bij de stevige handdruk, rechtop staan, bij oogcontact zoeken. Maar ik wil het in deze video over twee andere zaken hebben. Ten eerste wil ik het over zelfspot hebben. En ten tweede wil ik het hebben over het insider frame en hoe je daar beter gebruik van kan maken. Laten we eerst eens kijken naar zelfspot. Dan denken we natuurlijk aan Theresa May. Met haar dansje op het podium bij het partijcongres. Maar ook aan het moment dat zij in het lagerhuis moest speechen. Net nadat zij een heel slechte verkiezingsuitslag te verwerken had gehad. En wat was dat moment? Nou, dat was het moment dat de voorzitter van het lagerhuis, de Speaker of the House, John Bercow, net verkozen was met een grote meerderheid van de stemmen. Dus wat zei ze in haar toespraak? Gelukkig is er iemand geweest die wel een enorme verkiezingswinst heeft behaald. En laten we even naar dat fragment kijken. Mr. Speaker-elect, on behalf of the whole House, may I congratulate you on your re-election. At least someone got a landslide. At least someone got a landslide. Een heel mooi voorbeeld van het toepassen van zelfspot om jezelf meer benaderbaar te maken. Om te laten zien aan je publiek dat ook jij zwaktes kent en die ook onderkent. En dat is goed om te werken aan de geloofwaardigheid. Laten we naar een iets recenter voorbeeld kijken. Olivia Colman, actrice, won de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol in de film The Favourite. En als je een Oscar wint, dan houd je een speech. En zij hield een, nou laat ik zeggen, unieke toespraak. Een geweldige toespraak waarin ze boven alles laat zien authentiek te zijn. Door ook weer die zelfspot toe te passen. Laten we even naar een heel kort fragment kijken waarin ze verwijst naar haar kinderen. My kids are at home and watching, look. Well, if you're not, then well, kind of, well done. But I sort of hope you are. This is not going to happen again. Ja, waar draait dit fragment nou om? Nou, volgens mij om bescheidenheid tonen. Echte bescheidenheid, oprechte bescheidenheid tonen. En dat is authentiek, omdat dat ook in al haar andere uitingen naar voren komt. Ook in de rest van haar speech toont ze die bescheidenheid. En dat is denk ik een hele mooie manier om te werken aan je geloofwaardigheid als spreker. Maar naast zelfspot toepassen is er ook een andere manier om te werken aan je geloofwaardigheid. En dat is door het insider frame toe te passen. Te laten zien dat jij op dezelfde manier denkt als jouw publiek en dezelfde achtergrond hebt. Want dat schept een band en dat maakt je wat je daarna vertelt geloofwaardiger. Laten we daarvoor kijken naar een voorbeeld van de ons helaas ontvallen oud-burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Van der Laan was, voordat hij burgemeester werd, al lange tijd actief in de Amsterdamse gemeentepolitiek en deed dus ook mee aan publieke debatten. We zien een voorbeeld, een AT5 fragment, van zo'n publiek debat waarin hij geconfronteerd wordt met een bijdrage uit de zaal. Iemand die roept, je verkoopt waanzin, dat is wat jullie politici altijd doen. En dan geeft Van der Laan deze reactie. Zolang ik in de politiek in de gemeenteraad van Amsterdam zit, vind ik het niet normaal als je wordt uitgemaakt. Maar voordat je wat gezegd hebt voor waanzin, voor dit en voor zus en zo, neem ik onszelf serieus en ga ik maar de ruzie maken. Oké. Het is schillen wat u doet. Flikker op, ik woon in de Baarsjes, waar woon jij? Ach, flikker op, ik woon in de Baarsjes, waar woon jij? Een fragment dat nog vaak herhaald is. En een fragment dat ook laat zien dat Van der Laan uitermate goed gebruik wist te maken van dat zogenaamde insider frame. Want het doet het op twee manieren in dit fragment. Ten eerste is het wat ruwe taalgebruik iets dat aansluit bij ons stereotype beeld van de Amsterdammer die geen blad voor de mond neemt. En ten tweede inhoudelijk. Hij zegt, ik woon in de Baarsjes, waar woon jij? En daarmee sluit hij aan bij het beeld dat als je in de Baarsjes woont, ja, dat je dan een echte Amsterdammer bent.
whatever that may mean natuurlijk. Heel mooie manier om gebruik te maken van het insider frame. En daarmee te laten zien dat je niet een van de politici bent, maar een van de Amsterdammers. Een ander mooi voorbeeld van het toepassen van het insider frame door oud-burgemeester Van der Laan is de Ajax toespraak. Ajax werd kampioen, de burgemeester spreekt dan het team en de fans toe, maar wordt uitgefloten. Dan kun je natuurlijk een aantal dingen doen. Wachten tot het stil wordt. Maar dan kun je waarschijnlijk lang wachten. En wat deed Van der Laan? Hij kwam terug met een snedige opmerking. Het is een waardevolle traditie om de burgemeester van Amsterdam uit te fluiten. Maar ik had al een seizoenkaart voor Ajax. Toen de meeste van jullie nog naar Sesamstraat keken. In je pyjamaatje. Ik had al een seizoenskaart van Ajax. Toen jullie nog allemaal in je pyjamaatjes Sesamstraat zaten te kijken. Een hele mooie manier om toch aansluiting te zoeken bij je publiek. En daarmee te zeggen, ik hoor bij jullie. Ik ben ook, net als jullie, fan van deze club. Nou, een heel mooi voorbeeld en dat wil je graag terugzien. Dus kijk daarvoor in de link hieronder. Want we hebben de toespraken die genoemd zijn in deze video hieronder nog een keer opgesomd. Zodat je ze volledig terug kunt kijken. Wil jij nou kans maken op een hele mooie debatbel van het Nederlands Debatinstituut? Laat dan hieronder een comment achter en laat ons daarin weten wat is het dat volgens jou een spreker charismatisch maakt. Of laat ons weten wat jij een voorbeeld vindt van een erg charismatische spreker. We kijken ernaar uit en er komt een bel jouw kant op als je een mooie bijdrage levert. Vergeet zoals altijd niet deze video te liken en je te abonneren op het kanaal van het Nederlands Debatinstituut.